Waar moeten we op denken? Ons verder gaan we vandaag doen. Als we klaar zijn met onze techniek op een stuk zalm, dan heet dit geen zalm meer, maar dan heet het een gravenlaks. En waar komt het woord gravenlaks vandaan? Graven betekent eigenlijk graven en laks betekent een zalm. Vroeger deden ze het zalm zo bereiden dat ze hem dan onder de grond deden en dan lieten ze een paar dagen fermenteren en dan haalden ze hem eruit en dan konden ze hem eten en dan konden ze hem ook langer goed houden. Maar ga ik hier zo in mijn tuintje ook de zalm graven? Nee, natuurlijk niet. De techniek die wij gaan toepassen is niet meer begraven in de tuin. Nee, we gaan allemaal smaakstoffen toevoegen aan ons stukje zalm. Smeren ons zalm helemaal met heel veel liefde mee in. Gaan we hem in een bak doen, daar leggen we iets zwaars op. En dan laten we hem gewoon heel licht fermenteren in alle smaakstoffen. Waardoor je zalm een hele andere structuur, een hele andere smaak krijgt. En veel lekkerder wordt. Tijd om ons zalm voor te bereiden op de smaakreis van 36 uur. We gaan de zalm helemaal insmeren met allemaal smaakstoffen. En het mengsel wat we hier op smeren, dat zorgt er eigenlijk voor dat al het vocht een beetje eruit gaat, zodat onze zalm langer goed kan blijven. De bacteriën maken geen kans om dit slecht te laten gaan. En dan kunnen we het stukje zalm gewoon langer goed te houden. Alle smaken trekken erin. Pak je een sinaasappel en die ga je zesten. En je gaat schilderen. Een klein beetje afhalen. En dat ruikt fantastisch. Ziet het ook aan je sinaasappel? We gaan heel licht het schilletje eraf halen. En hetzelfde doen we met een citroentje. 20, 25 gram dillen. En dit ga je heel fijn hakken. En dan pak je al je dillenbeet en die pleur je ook gewoon zo in een bakje bij. 1 eetlepel, anderhalf eetlepel peperkorrels. En dan ga je al je peperkorrels ga je gewoon even kneuzen. Dit krijg je dan. Pak je al je gekneusde peperkorrels en die doe je gewoon in een bakje erbij. 1, 2, 3, 4 eetlepel suiker. En dan is je mengsel bijna klaar, maar wat mist er nou nog? Een van de belangrijkste ingrediënten om je zalm op deze manier te bereiden en dat is zout. Als je gravenlaks maakt, zorg er dan voor dat je fucking goed zout hebt. Want als je zout hebt wat net niet goed is, dan is het zo van, ah, dat is wel lekker, ah, misschien niet, ah, nee, ik weet het niet, nee, is niet lekker. Maar gebruik je nou fucking goed zout, dan neem je een hapje, doe je in je mondje en dan is je zieltje nog nooit zo hard geraakt. En vandaag gebruik ik fucking goed zout, namelijk La Baleine zeezout. Frans merkie, fucking nice. Maar weten jullie nou ook waar zeezout vandaan komt? Ze gaan niet met een heel fijn schepnetje door de zee heen en dan halen ze eruit en dan zie je, hey, dat is zeezout. Nee, dat doen ze niet zo. La Baleine heeft een heel groot meer, daar komt zo zeewater in en dat gaat zo floden doorheen en een beetje door elkaar en al het zoete water wat erin zit, gaat er dan een soort van uit. En wat hou je dan over? Zoutwater. En dat zoute water gaat verdampen doordat er wind zo komt en de zon gaat schijnen. En dan hou je zoutkristalletjes over. En dit is zeezout. Dit halen ze dan vervolgens uit dat meertje wat opgedroogd is. En dan krijg je La Baleine zeezout. Ik zwaai naar de zee. 5 eetlepels zeezout. 1, 2, 3, 4, 5. Zorg dat het goed gemengd is. En je hele mengsel is nu gewoon klaar. En gebruik geen fijn zout, want dan wordt het veel te zout. Krijg je niet eraf. Is gewoon heel erg goor. Dus gebruik gewoon grof zeezout. Je hebt hier wat keukenfolie. En die leg je zo op. Die werkt nog meer. Pak je er nog een. Zo. Je pakt een gedeelte van je mengsel. En dat gooi je zo al een beetje erop zo. Pak je een stukje zalm en die leg je zo eroverheen. Heb je de rest van je mengsel. En dat gooi je gewoon zo erbovenop. Gooi maar alles erop. Zo. Afval een beetje verdelen. Wat doe je? Je pakt even een stukje folie. Die doe je er heel strak overheen. Andere kant vaar je er ook heel strak overheen. Doe je de onderkant doe je even goed strak eronder. Zo. Andere kant ook strak eronder op deze manier. En je zalm is helemaal klaar om op smaakreis te gaan voor 36 uur. Pak een bak waar je zalm in past. En die past hier precies in. Kijk, heb hem in een bakje zitten. En nu is het belangrijk dat we druk gaan uitoefenen op ons zalmpje. Pak iets plats, een dekseltje die er net op past. Je pakt gewoon wat bonenblikjes of zo, weet ik veel. Kijk, zo. Kikkererwten, een beetje tomatenpuree. Nu heb je druk uitgeoefend op je zalm. We gaan een zalmpje even in de koelkast zetten. Oh. En dan heb je hier zo je zalmpje. Gewoon zo. En de bedoeling is dat die 36 uur in je koelkast blijft marineren. Onder druk, elke 12 uur je zalm eruit haalt, omdraait, terugzetten. Tot over 12 uur. Show! Eerst 12 uur voorbij, blikjes halen we even allemaal eraf en dan draai je je zalm gewoon om. Pak je al je blikjes erbij en die doe je bovenop je zalm. Doe hem dan gewoon weer terug tot over 12 uur. Tweede keer 12 uur, draai je hem weer om. Pak je al je gewichtjes weer, zet je hem weer in de koelkast. Dat is toch iets.